Hallo Wonderful Games en welkom bij deze gloednieuwe Skyblock serie. Huh? Wat gaan we nu doen? We gaan helemaal opnieuw. Ik sta hier in een hele aparte wereld met Neutje. En we gaan een beetje opnieuw beginnen. We verveelden ons op die andere. We wisten niet meer wat we moesten doen. Dus daarom gaan we helemaal opnieuw beginnen. En deze keer op een andere server. IP staat trouwens in de beschrijving. En we gaan dus een nieuw eiland maken. Maar ik weet niet of dat wel zo... Ja, dat is waar. Zo veilig is. Want kijk, zie je dit tentakels hier uit de grond komen? Ja, en al deze rare kistjes met dingetjes om hem heen. Ja, en we hebben wel heel veel spullen al gekregen. Dat rare water. Ja, heel veel spullen. Heb je Diego? We hebben hier dus een hele hoop spullen. Ik doe dit wel alvast aan. Misschien is dat wat veiliger. Deze vast, die vast en die ook vast. We hebben ook een hout en zo gekregen. Wow. Zwaardje in de hand. En dan ga ik gewoon door de portal heen, denk ik. Klopt. En dan gaan we beginnen. Is dat een goed idee? Ja. Ik denk het wel. Okay. Ik vind het wel weer fijn dat we lekker weer oldschool bezig zijn. Of je oldschool? Dit is echt wel weer een tijdje geleden dat we zoiets hebben gedaan. Maar, let's go. Ik ga er gewoon door de portal. 3, 2, 1. Ik roep je zo wel, hè? Ja, ik wacht wel even. 3, 2, 1. Oké. Ik heb een menu gekregen. We kunnen expert doen, we kunnen duo doen. We kunnen original of easy. Geen easy. Duo. Duo? Ja? Oké, we doen duo, maar dan hebben we twee eilandjes. Oké, dat gaan we doen. Duo. Oh, echt? Wow. Ik heb hier een kip staan. Ja, Neutje, het is veilig. We hebben een kip. Oké. Yay, daar heb je Neutje op het eiland. Hier is kip. En die heet Member Moniker's Chicken. Het is mijn kip. Pas op, dat ik straks een slijm eraf. Die mogen we echt niet verliezen. Ik weet niet of je hier ook een shop hebt. Ik denk het wel, we hebben een balans. Maar goed, daar is jouw eilandje zo te zien. Daarachter. Jij hebt een dood eilandje. Er staat al zo'n ding op. Kan ik jou slaan? Er staat al iets op. Wat staat erop? Misschien woont er al iemand. Ik denk dat we er gewoon zo snel mogelijk... Kip, pas op. Zo snel mogelijk naartoe moeten gaan. Wat hebben we allemaal hier zitten? We hebben extra armor voor jou als jij doodvalt. Ja. We hebben ook eten. Oh, jij. En allemaal andere dingen. Dus ik denk dat we ook een home moeten gaan maken. En dan kunnen we gaan farmen hier. Ja! Kunnen we ik heb een zaadje. Ja, hier zitten al zaadjes in. Ik heb een zaadje. Oh, nee. Dit zijn pumpkin seeds. Oké. Ik denk dat we gewoon het zand hier zo weg moeten halen. Eerst het gras eraf. Want dan krijg je zaadjes. Ja, inderdaad. En dan daarheen gaan. We hebben ook cobblestone. We hebben lava en water. Ja, we hebben lava en ijs. Dus we moeten ook weer een cobblestone generator maken. Gewoon een beetje meer oldschool dan die vorige. We hebben ook een sapling hierin zitten. We hebben geen sapling hierin zitten. Yet. Zoals gewoonlijk moeten wij die sapling hiervan opvangen. Nee! Opvangen. Dit nog kapot maken zo. En vang hem op, hè. Als jij hem niet vangt, dan word ik boos. Heel boos. Want dan is het game over en dan moeten we opnieuw beginnen, denk ik. Ja, ik heb hem! Oh, gelukkig. Woehoe! We hebben een sapling, jongens. We did it. Ja, nog één. We hebben er twee. What? Maar hey, er is trouwens de datum van de Dutch YouTube Gathering bekend, hè. En een minuut daarna heb ik meteen een hotel geboekt. Oh, dat was goed voor mij, hè. Oh, nee! Nee! Hier zit een gat, Jet. Wat deed je? Nee, we moeten dit niet weghalen. Manic? Wat? Oeh, ging er maar net goed. Ik weet niet of hetzelfde werkt als die andere skyblock, maar we gaan even een cobblestone generator maken. Is dat een goed plan? Ja, het werkt hetzelfde als bij het andere. Weet je nog hoe het moet? Alleen, hier hebben we geen geld. Ik weet niet hoe je een cobblestone generator maakt, Jet. Kobbel en lava en water. Ja, dat snap ik. Maar... En we hebben alleen maar ijs. Ja, maar dat kan ook. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Maar ik weet niet meer hoe je dat ding maakt, Jet. Zoiets. Ik ook niet, Marnik. Ja, maar ik zou hem dan niet zo neer gaan zetten. Hoezo niet? Dat is niet zo slim, Marnik. Jawel. Kom goed. Let op. Oh, shit. Dat was de verkeerde. Oké, die moet weg. Nope. Jawel, luister naar de baas. Kijk. Zo, wat doe je nou? Wat? Oké, ik weet niet welke van de twee waar moet. Jet, dit moeten we goed doen. Als we falen... Waarom houden we deze weg? Er moet een gat zitten. Waarom? Dat moet. Maar dan valt alles naar beneden. Nee, dat moet. Luister naar de baas. Dat moet helemaal niet. Luister naar de baas. Oké, ik denk dat deze hier moet. En deze hier. En dan moet die kapot. Ik weet niet of dit goed is, Jet. Hey. Zou je deze niet hier neerzetten? Werkt het? Zo. Ja, huh? Dan komt er een... Hey! Ja, we hebben iron! Er komen allemaal speciale dingen hier. Woehoe! Oké, maar niet zoveel. Oh ja, gold! Pak gold! Oké. Wow, hij vliegt door de lucht. Nou, dan heb jij weer iets te doen vandaag. Ik ga op vakantie. Doei!
Doei. Even vakantie houden. Hey, maar wij moeten iets episch gaan bouwen. Ik denk dat wij samen een episch kasteel gaan bouwen. Een hele grote. En dan beginnen we op de begane grond. Met waar allemaal Spaners zijn en zo. Waar we XP kunnen farmen. En maar waar halen we Spaners vandaan? Heb je hier een shop? Ik zal eens kijken. Shop. Ja. Ja. Op de shop. We moeten dingen gaan verkopen hier. We moeten heel veel dingen gaan verkopen. En dan kunnen wij zo dingen kopen. Oh, dit wordt echt een uitdaging, Jet. Vooral voor jou. Ja. Waarom voor mij? Omdat jij noob bent. We moeten een mooie brug maken naar de zand. Want misschien is daar iets episch. Of misschien moeten we juist pas de volgende aflevering gaan doen. Wat denk jij? Ik denk dat we nu eerst eventjes dit einde... Oh! Diamond! Diamond! Oké, maar ik denk wel dat wij eventjes goed moeten kijken waar wij zand vandaan gaan halen. Oh, die kunnen we kopen natuurlijk in de shop. We kunnen het misschien ook met kobbel doen. Ja, okay. Ja, maar we hebben geen geld, Marnik. Ik ga dit even weghalen. Oh. Deze stone, dus pas op waar je loopt. Marnik is niet zo slim. Hé, er zit er iets onder. Wat zit eronder? Huh? Jet! Huh? Jet! Nootje! Kijk! Paddenstoelen! Pak er eentje van die rode, want dan kunnen ze groeien. Denk ik. Dan heb je hier een mooie Oh my god! Eentje, Jet! Maak je het even veilig voor mij? Ik maak het even veilig en mooi voor jou. Is dat niet mooi? Ik vind dat perfect. Helemaal top van je money. Maar ja, mooi maken dat is nog een uitdaging, denk ik hier. Vooral met jou op het eiland is mooi maken helemaal moeilijk. Oh, ben jij stom. Wat? Hey, mining skills increased by one. Nice. Hoe heb je dat gedaan? Dat wil ik ook. Nice. Oh, diamonds. Hoeveel diamonds heb je al ondertussen? Nee. Oké, maar ik moet wel zeggen dat je stinkt. Jij stinkt. Jet staat bekend als een noob en laat in de chat weten als je het nee, ook vindt. Nee, Marnik. Wat? Marnik, hashtag Marnik is de noob, wordt altijd gespamd en hashtag Jet is pro, dus ja. We moeten infinite water, we moeten een infinite water source. Infinite water. Daar is water! Ja, maar ik kan het ook hieruit halen misschien. Dat kan ik ook even doen, oké. Okay. Ik ga een hele uitdaging doen, maar het gaat me lukken. Dit even weghalen. Zo. Oh, we hebben ook snel eten nodig natuurlijk. Zo. En dan moet ik een infinite water source maken. En ik denk dat dit wel een mooi plekje Marnik? Is. Marnik? Ja. Waar heb je al het eten gelaten, die hier en lag? Ik had hier heel veel in liggen. Ja, ik heb alles weggedaan, want ik wilde... Ja, jij wil alles zelf hebben. Nee, ik wil de kist niet meer laten zweven, dus die wil ik op de grond zetten. Misschien kan je dat nou wel doen. Dan maak ik wel een infinite water source, omdat jij het niet kan. Hoppakee! Infinite water source. Ja, we gaan echt deze keer voor echt het mooiste eiland dat er is. De vorige keer zeiden we het ook al, toch? Dus jij dat ook. Maar mijn creaties waren ook veel mooier. Je kan helemaal niet bouwen, man. Hey, zou er ook mobs spawnen in deze skyblock? Ik hoop het niet. Maar ik denk dat we daarom allebei 2 stack met lampjes hadden gekregen. Ik denk dat best wel epic zou dat zijn, denk toch? Ik denk het wel. Ja, dat zou epic zijn. Emerald! Hij is weg. Wat? Hij is in de lava gevallen. Oh my god, Jet. Daar kan ik ook niks aan doen. Jet. How could this happen to me? Hoppakee, we kunnen eten dadelijk. We kunnen lekker smikkelen, smullen, alles kunnen we tegelijk. Ik ga ook een boompje plaatsen. Dan kan jij die straks weer omhakken. Ja. Hier zo. Diamond. Ik vind het echt al mooier dan dat we het ooit tevoren hadden. Het mooiste eiland. Ja, maar wat ik ook denk, is dat we... het kasteel maken en dan die onderste verdieping, dan zie je dit allemaal en dan komt daar bovenop, daar begint het eigenlijk. Dus de onderste verdieping maken. Is half open. Ja! Oh, ik wil die juist steeds lager maken. Lager? Ja, maar ik weet niet hoe. Dat kan ook, dat dit juist het bovenste is, maar je kan nou niet echt goed omlaag. Nee, dat klopt. Hoe maak je ook weer zo'n ding? Oh ja, zo. Zo. Nee, Jet, ik val! Nee, mijn spullen, nee! Oh my god! Ik heb mijn spullen nog. Oh my god! Ik ben keihard doodgevallen! Maar hé, je kan niet doodgaan. Zo, zag je me vallen of niet? Ik viel ja, ik stond hier, ik stond zo... Ik stond hier in dat ding en ik zag jou ineens er vanaf vallen. Kijk toch beter uit, Marnie. Was je ongerust? Kijk, dit bewijst dan weer dat hashtag Marnik is een noob en hashtag Jet is pro. Nee, Jet. Kappen. Dit is niet grappig. Oké, ik ga dus even nog dat hekje... Ik weet nog steeds niet hoe je een hekje maakt, Jet. Daar was ik net mee bezig. Nee! Niet alweer, Marnik. Hoe maak je hekjes, Jet? Zo. Weet ik niet. Zo maak je poortjes kijken. Mij.
Ja, dit is een poortje. Dan moet je zo en zo en die weg en zo. Kijk eens aan. Drie hekjes, dat is iets te veel. Maar dat maakt niet uit. Diamond! Die daar en die daar. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het echt een mooie werkplek geworden. Speciaal voor Jet, dan staat ze hier 24/7. En ik ben dan kunst aan het maken. Nee. Ah, nee! Niet weer, oh my god. Nick. Oh. Hoe kan ik zo zijn? Oh shit. Oh, ben jij echt een noob, hè? Nee, dit is niet mogelijk. Echt een gigantische noob. Hoe vaak zou je dood mogen kunnen vallen? Huh? Hoe vaak zou je dood mogen vallen? Oké, we hebben straks meloenen, we hebben straks pumpkins. En we gaan sowieso naar dat andere eiland. Hier wilde ik een verhogingje maken, dus een soort van een bergje. Dat we over het bergje, dus op het kasteel komt hij boven. Dus daarheen, oh, ik liep er weer bijna vanaf. Daarheen kunnen gaan. Ik vind het al best wel aardig eruit zien. Ik vind alleen niet dat dit zo mooi heeft geplaatst. Maar het wordt mooier dan de vorige keer. De vorige keer hadden we een hele grote paddenstoel. En eronder was ons huisje. En we hadden er omheen allemaal lelijke dingen gebouwd. We weten niet waar we mee bezig waren. Maar deze keer gaan we echt iets moois maken. En misschien lijkt het jou ook leuk als we met nog meer mensen hier op dit eiland zitten. Dat zou ook kunnen. Nou ja, als je dit leuk vond, laat het even weten in de reacties. Ik moet nog even snel een titel hiervoor verzinnen, want ik weet het niet. Ik ga niet weer duo Skyblock maken. Maar dit is eigenlijk mijn eilandje. Daarachter is Jet haar eilandje. Dus ik moet Jet nog wegsturen. Dan gaan we een wedstrijdje doen. Nou jongens, laat een like achter als jullie meer willen zien. En check ook natuurlijk even Neutje kanaal uit zijn upload. Diamond! Oh, hij viel in de lava. Ja, dat zag ik. Zie je het? Je bent echt daar kan ik niks aan doen. Maar het lijkt me leuk om ook af en toe eens op andere eilandjes te kijken. Van andere kijkers, van andere mensen die hier ook een eilandje hebben. Als mensen hier een eilandje hebben. Dus check Neutje kanaal uit voor Sims en SimCity en Diamond. Minecraft en dingetjes. Goed zo, wat zeg je nou? Marnik wou ik zeggen tegen jou. Ja, dat is niet zo slim van jou, hè? Niet zo slim. Nou, in ieder geval, laat een like achter en abonneer van meer. En tot de volgende keer. Maar weer. Bye.